De Rotterdamse haven staat aan de vooravond van een grote verandering. Rotterdam wil flink gaan vergroenen en er is ook niet alleen meer ruimte voor chemie, containers en logistiek. Rotterdam wil meer. Tegenwoordig willen we er ook allerlei andere dingen doen. Willen we de booreilanden ontmantelen, hebben we de windenergie. Dat hebben we toen niet gedacht. Dus dat zegt iets over de toekomst. Maar de toekomst is vooral wat mij betreft dat we een hele duurzame haven gaan krijgen. De grootste zijn we al lang niet meer. Dat we de slimste haven zullen zijn en wat mij betreft ook de meest veilige haven. Het moet dus duurzamer en sommige bedrijven hikken aan tegen de hoge kosten die daarbij komen kijken. Andere bedrijven investeren nu al flink. Maar vandaag hebben we ook gezien dat er een helemaal nieuwe fabriek komt van Lyondell. En die gaat er 150 miljoen in investeren. Dus er zijn verschillende beelden. Maar het beeld over het algemeen is dat bedrijven echt de bereidheid hebben om die transitie in te zetten. Vandaag heeft Rotterdam zich op een grote beurs in Hamburg voor het eerst gepresenteerd als de Europese hoofdstad voor maritieme industrie. Het havenbedrijf heeft heel veel inspanningen altijd verricht om grote hoeveelheid lading naar Rotterdam te halen. Maar we hebben als stad ook fantastische dienstverlening. En wij in Hamburg hebben laten zien, meer dan 2200 deelnemers aan die beurs, 150 Nederlandse bedrijven, laten zien dat wij als Rotterdam alles te bieden hebben aan de logistieke en de dienstverlening in onze haven en onze economie. Er is in de Rotterdamse haven nog voldoende ruimte voor deze bedrijven en daarom wil de stad goede bedrijven aantrekken, maar de vervuilende bedrijven moeten veranderen of anders vertrekken.